Ken jij het spreekwoord schelden doet geen pijn? Zeker. Het is heel bekend. Dat gebruiken we veel, toch? Ja, absoluut. Nou, ik lees nou in de krant dat er helemaal niets van klopt. Want uit MRI-scans is gebleken dat het uitschelden van iemand hetzelfde aanvoelt als een vuistslag. Dat is echt meetbaar in medisch onderzoek. Wat wil je ermee vertellen met deze vlog? Nou, vandaag is de vraag, deed schelden pijn in de middeleeuwen? Hoe keken ze daar vroeger tegenaan? En volgens mij wisten ze dat al lang, dat schelden wel degelijk pijn doet. En daarvoor neem ik je mee naar de gevangenpoort, hier in Den Haag. De gevangenpoort ligt dicht waar nu onze Eerste en Tweede Kamer zijn. Maar boven die poort waren 400 jaar lang mensen opgesloten die wachten op hun vonnis. Ze hadden misdaden gepleegd, vermeende misdaden, ook scheldmisdaden. Ze hadden kritiek geleverd op hooggeplaatsten, of op de kerk, of op God. Ze wachten daar op de straf die het Hof van Holland hen zou opleggen. De gevangenenpoort staat bekend om zijn martelwerktuigen, hè? Maar de meeste mensen die kregen gewoon een geldboete, een bekeuring. Zoals jij en ik misschien wel gekregen hebben. En ook voor het uitschelden van iemand kreeg je gewoon een geldboete. Mensen die die boete niet konden betalen, die kwamen hier terecht. Ze moesten hier net zo lang blijven tot ze die boete uiteindelijk konden betalen. En dat waren mensen van goede komaf. Het frappante is, hè, als je het hebt over deed schelden pijn in de middeleeuwen, dat die geldboetes voor schelden net zo hoog waren als boetes voor fysiek geweld. In Harderwijk bijvoorbeeld. Dan moest je dezelfde boete betalen voor het uitschelden van iemand als het voor het werpen van een kam naar iemand. Maar als je iemand dan geraakt had, dan was die boete wel hoger. En in Elburg, in de middeleeuwen, dan was de boete voor het geven van een vuistslag 4 pond en het uitschelden van iemand 10 pond. Maar er was meer. Als je bijvoorbeeld iemand uitschold die hoger geplaatst was, een burgemeester, dan was de straf zwaarder, een lijfstraf. Je kon bijvoorbeeld worden gebrandmerkt, zodat iedereen kon zien, net als een strafblad, dat jij degene was die een fout heeft begaan. En als je de Allerhoogste had beledigd, God zelf, dan was het blasfemie. En daar stond een zware straf op. Hier in Den Haag in 1470 is een vonnis uitgevaardigd van een man die God had beledigd. En hij kreeg daarvoor de tongstraf. Hij werd eerst gegezeld en daarna werd zijn tong met een priem doorboord. En dat is natuurlijk veel meer dan een lijfstraf, het is een symbolische straf, want het orgaan dat ervoor gezorgd heeft dat die man de fout inging, die wordt gestraft. Die moet je weer onder controle houden. Ja, we zitten nog steeds in de gevangenpoort en dit is de ridderkamer. Nou, als je geld had, mocht je hier gevangen zitten. Er waren tralies, maar voor de rest, je had een bed. Je had een open haard. Je had een eigen wc. En hier zat bijvoorbeeld Jan de Bakker, een priester, geboren 1499 in Woerden. En die heeft echt een zware spreekmisdaad begaan, want hij heeft kritiek geuit op de Rooms-Katholieke Kerk. Hij wilde de kerk hervormen, net als Maarten Luther. Hij mocht hier zitten, maar nadat hij schuldig werd bevonden, moest hij hieruit en moest hij naar de gajolen. Nou, dat was voor de lagere komaf. En dan zat je met z'n 15e in een donkere cel, 1 latrine, 1 wc. En dat was het. En het is slecht afgelopen met Jan de Bakker, want hij is veroordeeld voor de doodstraf. Hij moest hier naar buiten, naar een stenen schavot, omkleed met gras. En dat werd het Groene Zootje genoemd. Hier op de hoek van de plaats en de Lange Vijverberg. Hij werd aan een paal vastgebonden, turf om hem heen, takken om hem heen. En het werd aangestoken en hij is levend verbrand. Anderhalf uur later zat hier in de ridderkamer een andere heel bekende gevangene en dat was Cornelis de Wit. Hij werd beschuldigd van het beramen van een moordaanslag op de stadhouder Willem III. Hij werd beschuldigd door Willem Tichelaar. En hij heeft nooit bekend en hij is gemarteld. Hij moest op de pijnbank en is 3,5 uur gegijzeld. Maar nog steeds heeft hij niet bekend. Hij kon wel veroordeeld worden voor een mijneed, een spreekmisdaad, want een verdachte moest zweren met zijn hand op de Bijbel altijd de waarheid te spreken. En hij is betrapt op een leugen. Hij zei, ik ken Willem Tichelaar niet, terwijl aantoonbaar was dat hij hem wel kende.
Uiteindelijk is hij veroordeeld zonder verdere opgave van reden voor verbanning. Maar hij kon nog niet naar buiten omdat hij zo gewond was. En zijn broer Johan de Wit kan hem opzoeken. Maar ondertussen verzamelde een hele menigte voor de gevangenpoort. Die vonden dat hij wel degelijk schuldig was aan het beramen van een moord op hun, ja, stadhouder Willem III. Uiteindelijk drongen ze de gevangenpoort binnen. En ze sleepten de twee broers naar buiten. En ze zijn daar gelyncht. En het ging zelfs zo ver dat ze de ledematen afhakten. En dat die gewoon werden verkocht bij oppot. 2 stuivers voor een vinger, bijvoorbeeld. En het Haagse Historisch Museum heeft nog een vinger van Cornelis de Wit. En, wat ik heel fascinerend vind, de tong van Johan de Wit. Is dat mooi verbouwd met zo'n bord? Ja, dit is een schandblok, hè? Want je had niet alleen maar straffen die alleen maar pijn deden, maar die ook vernederden. Schandstraffen. Dat kreeg je ook voor spreekmisdaden als schelden. Je werd dan op een publieke plaats, een openbare plaats, in een schandblok gezet. Je kreeg dan een schandbord om je nek waarop stond wat je had misdaan. En iedereen kon je dan bespotten, bespugen of bekogelen met rottend fruit of paardenpoep. In bepaalde plaatsen in de late middeleeuwen, Bolsward, Zutphen, Breda, werden scheldende vrouwen veroordeeld tot een schandstraf. Zij moesten schandstenen dragen om hun nek. Hier een steen en daar een steen. En tussenin een ijzeren ketting. En ze moesten dan lopen door het dorp of door de stad, op allemaal publieke plaatsen. De plekken waar ze gescholden hadden. De parochiekerk, de stadsmuur. En iedereen kon hen dan ook bespotten. En vrouwen moesten dat vooral doen. Pas in de 15e eeuw kregen mannen ook deze straf. Dus deed schelden pijn in de late middeleeuwen. Nou ja, voor die vrouwen niet alleen maar fysiek, hè, die stenen waren zwaar, maar hun reputatie werd ook beschadigd. Net zoals de reputatie van de mensen die ze uitgescholden hadden, waren beschadigd. Wat is nou je conclusie, Martine, na het bezoek aan de gevangenpoort? Deed schelden pijn in de middeleeuwen? Ja, schelden deed pijn. In heel Europa was er een wijdverspreid spreekwoord in de middeleeuwen. Tong breekt been, al heeft er geen. De sprekende tong heeft geen bot, maar ze kan ze wel breken. Onzin. Is ook een mening.